dat jullie kijken naar de eerste aflevering. Dus ik ben de mol. Over Stine Jensen en Wie is de Mol. Wij drieën gaan het Wie is de Mol in een filosofisch perspectief bekijken. En we gaan allemaal hints behandelen. Ik ga proberen dit jaar de mol te ontmaskeren door zuiver denkwerk. Het eerste wat ik wil bespreken is wat Stine zei over liegen. Ja, waarheid liegen. Stine heeft namelijk, voor Stine is dat een heel belangrijk onderwerp. Ze heeft zelfs een boekje geschreven, Ik lieg dus ik ben. Dat is al jaren oud overigens, dus dat heeft niks met dit programma te maken. Maar ze heeft ook iets gezegd over liegen. En dat was, in de intro zei ze, ik kan niet zo goed liegen, maar ik ga het toch doen. Dus ik blijf dicht bij de waarheid. Ik ga dicht bij de waarheid liegen. Sterker nog, misschien ga ik zelfs de waarheid liegen. Wat zou dat kunnen betekenen, denk jij? Als mol-specialist. Hier heeft ze eigenlijk al haar persoonlijkheid verraden. Ze is sowieso kandidaat. Want ze zei, ik ga zo dicht mogelijk bij de waarheid liegen. Maar als je mol bent, kan je niet bij de waarheid liegen. Want je kan niet zomaar zeggen, ik ben de mol! Nee, dus alleen als je kandidaat bent, kun je liegen en toch de waarheid spreken zonder jezelf te verraden. Ja. Ja, maar wacht even. Dit kan ook een leugen zijn. Ja, de mol liegt altijd. Dus dat betekent dat Stine Jensen er ook mee kon liegen. Ah. Dus als Stine de mol is, dan liegt ze, want ze is de mol en dat is dan weer waar. Ja. Ik stel voor dat we over deze tip, dat ik zal komende week Nietzsche er nog eens op naslaan, want dat komt natuurlijk van Nietzsche, dat idee dat leugen en waarheid dicht bij elkaar liggen en in elkaar overlopen. Dus daar ga ik deze week Nietzsche lezen en daar zal ik volgende week op terugkomen wat dat kan betekenen. Want we moeten door naar nog een hint, volgens mij. Loes heeft op Stine gestemd en Loes heeft ook de test niet heel slecht gemaakt. Nee. Dus Stine zou de mol kunnen zijn. Ja, of Loes in dat geval. Of Ron had hem gewoon dramatisch slecht gemaakt. Ja. En hij is ook heel traag en zo. Dus ja. Wij gaan verder met hints zoeken en tips die door zuiver denkwerk kunnen leiden tot de mol. Ja. Zullen we dat doen? Ja. En dan komen we volgende week weer terug met de vlog. Dus ik ben de mol. Tot de volgende week. Bye. Tum tum tum.